Nou is Henny van der Velde hier uit Burum. Hij woont nu in de staat Grunning. En hij vertelt ook nog iets over wat hij door beleefd heeft op die dag in Nijzeeland. Hoe ben je eigenlijk bij die verzetgroep kwam? Nou, voor zover me dat nog wat duidelijk voor de geest staat, is dat geweest in nou zo september 44. Via de relaties die binnen die echt gesloten gemeenschap in Burum had. Kennelijk hadden ze nog wel behoefte aan een lid in zo'n gevechtsgroep. Nou, er werd er gekeken, wie kunnen we vragen? Er werd naar leeftijd niet gekeken. Mevrouw Ganziger heeft later vaak gezegd, ik heb het mijn man wel eens kwalijk genomen dat hij zoveel van die jonge jongens er ook bij had. Want er waren meerdere nog jongeren, buiten mijzelf. Nou, dan werd je gevraagd. Ik herinner me nog dat Bonne de Boer zo eens is komen praten. En dat ging dus ook in overleg met je ouders. Nou, op een gegeven moment is Karst Kuipers geweest met de Stengun om bij ons thuis mij de eerste beginselen van het hanteren van zo'n wapen te leren. En als het goed is, zit in dat huis in Burum, in een kast op de slaapkamer van mijn ouders, nog het levende bewijs in die zin, er ging toen een kogel af op die kamer boven, toen hij ging laten zien van hoe zo'n schot dan zou moeten werken. Beneden in de keuken, mijn broer was nogal een muzikaal iemand, die speelde toen op een accordeon. En door dat lawaai had men in huis niks gehoord, want ik ben toen even naar beneden gegaan. En gelukkig, de muziek ging door en men had nog plezier, dus ik zei tegen Karst, ik geloof dat het goed gegaan is. Ook nooit geweten waar die kogel terecht kwam, tot na de oorlog ik op een gegeven moment in die kast op de slaapkamer van de ouders me iets moest hebben. En van bovenaf daar een gaatje zag en hij zat er zeker op breipendiepte in. Dus als die deur er nog in zit, moet daar dus nog dat schot in zitten. Nou, dat was een zekere oefening. Rond de kerst 44-45 moesten we eventjes verdwijnen, want ik ben een poos thuis ook ondergedoken geweest. Wij hadden het voordeel, op school hadden we een goede onderduikplaats bovenop de bestuurskamer. Kon je allemaal optrekken, ladder inhalen. Je moest dan wel met planken op die, want die balken, het was een tegenbalken getimmerd plafond, dus daar kon je niet zo op liggen. Maar daar had ik een bed op en een po die dan af en toe geleegd werd en daar sliep ik dan s'nachts. Daar hadden we ook een radio staan die door een zoon van een buurman daarheen was gebracht en daar gingen we dan s'avonds ook stiekem naar de Engelse zender luisteren. Als dat zo eens een keer uitkwam, dan gingen daar ook dus buren mee. En toen zijn we dus een poosje uit geweest, want in Sint-Bulten was een overval gedaan, ik denk op het huis van waar Ganziga, toen heet hij dan de jongste schuilnaam, gebivakkeerd was. En daar was kennelijk iets uitgelekt. Hij is toen ook even opgepakt geweest, dat moet wel ergens beschreven staan, maar is weer teruggekomen. Toen kregen wij allemaal namelijk de hint van verdwijn even, want het is even niet safe. Daarna weer terug. Nou, je hield het contact, je hoorde erbij, er was verder niet te veel contact, want je moest dus ook op een gegeven moment niet te veel van elkaar weten. Ik wist dus alleen dat de knotsjongens, de drie van Bakke Knot, en daar was dan mijn schoolvriend Jan ook bij, daar ook bij hoorden. En Bonne de Boer, maar verder was het, monddicht en niet meer. Tot een week voor de bevrijding, of een paar dagen nog voor die week, ik opdracht kreeg mij zaterdag 7 april klaar te houden om naar Kolm te vertrekken. Samen met ene Karst Dijkstra, die zat ondergedoken bij schoonouders van hem op een boerderij onder Visvliet. En die kwam dan 's morgens mij wel halen en dan moesten we naar Kolm. Ik wist verder van niets. Gereed houden voor bepaalde opdrachten. Nou ja, het was hoor, zie en zwijg, muren hebben oren. Als je niets weet, heb je ook niks te verantwoorden. Dus wij hebben toen 's morgens onze bullen gepakt, dat we zeggen, een blauwe overal en zo'n baret in een tasje. Verder nog niet de armband en dat soort dingen. En dat in een stuk papier gewikkeld achter op de fiets. En toen de toch wat riskante tocht naar Kolm ondernomen, want de Friese straatweg was toen al verboden voor alle burgerverkeer. We hebben toen nog moeten wachten, weet ik wel, dat Engelse vliegtuigen weer weg waren, die dus die weg steeds afsneupten of er ook bussen en dat soort dingen langskwamen. Want ik herinner me nog dat kort tevoren was er ook een bus beschoten in een bocht, in dat stukje wat wij moesten fietsen, daar hing nog haar en iets van schedels van moffen in de bomen. Maar ja, daar raakte hij ook aan gewend. Dat was heel vreemd. Je had al die schuttersputjes langs de weg, dus was er wat. Daar waren we wel op geïnstalleerd. Kruip in zo'n putje, dan ben je wat minder kwetsbaar. Zo gezegd, zo gedaan, naar Kolm toe. Hij moest toen naar het oude rechthuis. Dat was
waar de Ozegaars een winkel hadden, daar bij de brug. En ik moest naar de familie van der Horn. Dat was de zoon van de koster van de gereformeerde kerk. Die woonde ook bij de gereformeerde kerk. En daar werd ik ondergebracht. Nou, die mensen kende ik dus ook niet, maar goed, dat was vrij gauw bekend. Het was alleen zo, ik heb een week lang scheiding in het huwelijk teweeg moeten brengen, want ik moest bij hem slapen, want veel bedden... voorzieningen hadden ze niet. Hij werkte toen bij Visser en Boersma, als ik me herinner. Dat waren uitgevers toen van een Kolmerkrant. En wij hadden toen de wapens in de gereformeerde kerk in Kolm, boven achter het plafond. En daar ging het uiteindelijk ook om. Dat leerde ik dus geleidelijk aan die dagen kennen, dat als het tot actie moest komen, wij die wapens ergens heen moesten brengen. Dat ze dus uitgedeeld konden worden. We hebben nog een keer op een avond spullen daar weggehaald van dat plastic, om een stukje spoorlijn in de buurt van St. Bulten te moeten opblazen. Wij moesten dat dus klaarzetten. Wij hadden dus toegang tot die kerk, want dat moest ook voorzichtig gebeuren, want tegenover de kerk had je dat armhuis. Daar zaten moffen en die liepen continu hun wachtrondjes rond de kerk. Nou zijn ze zo stom dat ze altijd strikt precies en op orde zijn. Dus wij wisten precies, na zoveel minuten komen ze weer, dus dan sluipen de kerk in. En dan moest je binnen de kerk stil zijn natuurlijk en verder geen drukte maken. Toen op die bekende vrijdag kregen we opdracht. Die wapens moesten uit de kerk en die moesten gebracht worden naar de Goudberg. Dat is daaraan wat heet de Hessenweg. Daar op de weg van Kolm naar Buren. Dat is een beetje bezijden de weg. Bij een boer Veenstra op de boerderij. Nou, we hebben ons het apenlazeres gesleept om die wapens achter dat schot weg door de toren in een bakfiets te krijgen die daar stond met Nolly Ozega, zoon van die Ozega, die moest die bakfiets rijden. En op een gegeven moment weet ik nog dat we bezig waren en dat we zeiden, jongens, pak een wapen, want er komt wat de toren in. Nou, toen bleek dat Gosse Beer daar te zijn, want die moest kijken hoe ver het was, want die had ook opdracht om dat te controleren kennelijk. En toen dat zo goed als klaar was, toen moest ik met mijn handel vooruit fietsen, via die Zevenhuisterweg, geloof ik dat die heette, naar die boerderij. En daar vertellen dat dat spul in aantocht was. Ik kom daar binnen op de stal, want dat is bij een boer zo, het was melkenstijd, dus de boer zal onder de koe zitten. Maar daar zat alleen zijn vrouw onder de koe en er stonden een paar mensen die melk wilden halen. Nou, de boer die lag met griep te bed, dat hoorde ik toen direct daarna. Ik kon natuurlijk aan die vrouw mijn boodschap niet doen waar anderen bij stonden. Daar herkende iemand mij ook van ben jij niet zoon van meester van de velden van Buren? Ik zei, ja, dat klopt. Maar wat doe je? Ik zeg hetzelfde wat u doet, melk halen. He? Nou ja, ik had wel geen emmertje, maar dat deed ook verder niet de zaken. Gelukkig kwam vrijwel direct daarna Beer daar binnen. En die had in de gaten dat het even een beetje spannend werd. En zei, kom maar mee, naar voren. Nou, toen wij in de kamer en daar lag boer Veenstra in de bedstee. En die vertelt wat er aan de hand was, dat die bakfiets met wapens onderweg was. En dat dus het volk uit de boerderij moest. Nou, toen kon ik dus even zijn vrouw halen, vragen of ze even binnen wilde komen. En die heeft toch gezorgd dat die mensen afgevoerd werden. Schuur open, spullen klaargelegd. Toen kwamen we ook al vrij gauw daarna. Ozega met de bakfiets. En daar reed een andere medestamgenoot, zou ik maar zeggen, achter. Ik meen dat dat, Bosgraaf was. Zijn voornaam ben ik even kwijt. Maar die reed erachter, mocht er wat gebeuren, dat die kon ingrijpen. Ik weet nog dat die niet direct op een wapen doelde, maar op een soort koevoet. Want die Ozega moet nog aangehouden zijn onderweg. Maar die had gelukkig wat eterij bij zich, want die wist ook, moffen zijn hongeriger dan dat ze alles nazoeken. Dus onder die dekkleden, dat hoefde niet. Die waren tevreden met wat kaas had hij geloof ik bij zich. Sjerk Bosgraaf, nou weet ik de naam ook weer. Nou, zij kwamen daar dus die wapens uitgepakt. Die waren voor een paar groepen. Voor de groep Buren Munnekezijl, dat was één groep. En de groep Kolmerpomp. Die zouden dus s'avonds daar binnenkomen om die wapens in ontvangst te nemen. Toen moesten wij ons dus ook verkleden in dat overal en dat soort dingen. En op een gegeven moment moesten wij de wacht betrekken bij die boerderij. En zorgen dat niet de verkeerde mensen bij die boerderij kwamen. Het wachtwoord was actie voor die nacht. Nou, op een gegeven moment, het was flink knap, donker, nou, mag misschien pakweg een uur of 10:30 geweest zijn, ja, dat weet ik niet. Toen kwam de groep Buren zoetjes aan binnendruppelen. Die waren ook binnen door Munnekezijl Buren, hadden ze zich wat verzameld. En dat kon via de bijweg, heette dat geloof ik, dat was gewoon zo'n karrepad, waren die naar die boerderij gekomen. En later dus de groep Kolmerpomp. En die hebben daar dus allemaal hun wapens gekregen en moesten toen per groep naar Kolmerhout Ziel, naar de boerderij van Piebe Bakker.
daar werd ook verder, voor zover ik me nog herinneren kan, goed deels de munitie uitgedeeld. Want we kregen namelijk in de boerderij van Veenstra op Goudberg niet veel munitie. Een handjevol voor, laat ik zeggen, het eerste, als er wat gebeurde onderweg. En toen zijn we gewoon die Kolmer weg afgefietst, dat stukje door Kolm en zo naar Kolmer Oud-Ziel, naar de boerderij van Piebe Bakker. Twee kanten van de weg, de groep in tweeën verdeeld. En nou ja, als er wat is, dan stap je wel af en je ziet het wel. Nou, dat is verder ook rustig verlopen, ook verder onderweg in Trammeland gehad. Want tussen, of aan die Kolmerweg, iets bezijden in de buurt van Kolm, zat namelijk een detachement van de Luftwaffe. Die zaten daar met zo'n soort uitkijkpost. Die zijn later, heb ik begrepen, wel krijgsgevangen gemaakt, want de enige die nog nuchter was, dat was de hond in die bunker. Kiers, die waren allemaal teuten. Daar zijn we gewoon omheen gegaan, want dat was kennelijk niet de opdracht. In de boerderij van Bakker vergaderden, kwamen dus alle groepen bijeen. Tot op een gegeven moment daar dus ook de commandanten met Gansenga hun plan hebben besproken. En dat staat ook vrij uitvoerig overal wel beschreven, heb ik zo gezien. En van daaruit zou dus een omsingelende beweging worden gemaakt om het detachement Dokkum Nieuwe Zeilen te grazen te nemen. Er zou dus een deel over het water moeten. Ik geloof dat die de waterploeg dan nog worden genoemd later. En een gedeelte van deze zuidelijke kant, de brug benaderen. En dat ging dan ook om die kroeg en ergens een huis. Maar dat wisten zij beter waar die moffen in zaten. Nou, wij zijn toen dus gefietst die oude weg naar Soemsterdijk, een stukje naar de brug toe. Toen het land in, daar de fietsen in een weiland gegooid. Naar een slinkje waar een schuit klaar lag met een schipper en een grote vaarboom. En ik heb begrepen, maar dat overkomt je dan, want dat weet je dan niet. Je kent verder niemand dan je eigen maten en dan moet je nog kijken dat je in hetzelfde goede groepje zit. Dat uiteindelijk besloten is twee groepen tegelijk over te zetten. Want er was eerst afgesproken, na elkaar zouden die groepen naar de overkant. Ik heb begrepen, onze groep, die groep 1 heette, dacht ik, en groep 3, groep 2 denk ik, de groep van Brents uit Oudwoude, die zou ook mee. Maar dat moest dus allemaal in één boot. Nou, laat ik u vertellen dat toen dat spul erin zat, nou, het water ging er net niet overheen, maar het scheelde niet veel meer. En die schipper, ik heb nog steeds de indruk dat het een erg jonge vent moet zijn, maar ja, nou zou je het nog eens willen ontmoeten als je nog leeft. En kijk, dat zijn de dingen die je zegt van, waar is die gebleven? Ik weet, u hebt de naam er ook niet van, denk ik. Maar goed, zo wat. Nou, die stak van wal. En alleen op een gegeven moment was die boot te zwaar. Dat bleef eerst steken. Dat is zo'n slinkje. Nou, daar kan nooit veel water staan. Dus een paar mensen er weer uit en dan meehelpen duwen. En ik heb de indruk dat Jan Krot en ik er toen ook uit geweest zijn. Dat weet ik niet eens helemaal zeker meer. Want dat is het vreemde. Je doet dingen, je vecht voor je leven. Je gedraagt je naar die discipline van denk erom, je doet dit, je doet dat. Hou je bek, want ze zien en ze horen je op grote afstand, 's nachts. Dus dat moet stiekem. In ieder geval, wij zijn toen zover gekomen dat we het diepe water bereikten. Hoorden die moffen min of meer praten op de sluis. Zagen zelfs een vent een sigaret roken. Dus je moest uitermate stil zijn. En aan de overkant gekomen stond Tilstra, die politieman, ons op te wachten. Kijk, die was in uniform. Die had de mogelijkheid dat hij 's nachts ook nog bij de weg kon zijn. En die heeft ons toen langs het muurtje van die melkfabriek naar de bocht van die weg naar Enkbierum gebracht. Daar kon ik me nog herinneren dat we daar toen terecht moesten komen. Maar wat de opdracht verder moest zijn, eerst wachten totdat de rest er was, totdat die volgende groep stelling had ingenomen en dan erop af. Alleen, op een gegeven moment gaat er een deur open, komt een vent uit met een fiets, blijkt de mof te zijn, ik denk ook de commandant, met een hond. En die staan, nou eigenlijk op handafstand, stapt die vent van de fiets en kijkt om zich heen. Nou, ik zou zeggen, het moet dan raar zijn als hij ons niet gezien heeft. Alleen, wij hebben niets gedaan. Want we hadden geen opdracht, dus stil blijven liggen. Toen is hij de brug opgegaan, of de sluizen opgegaan. En er is ergens een schot gelost. Het is altijd nog van, hoe kwam dat en waar is dat gelost? Maar in ieder geval, dat is gebeurd. Zij werden kennelijk gealarmeerd, want in de kortste keren, nou werkelijk wat heet, vlogen hier de kogels om de oren. Toen is een deel van ons, al meteen door het water, heeft zich teruggetrokken in het land om weg te gaan. Jan Knot en ik zijn toen de richting Enkbierum gekropen van gat tot gat. Want je zag elkaar niet. Nou, dat was de opdracht, zorg dan dat je dekking hebt, maar ga niet direct terug. Nou ja, zo
enthousiast en fanatiek waren wij als jonge jongens, denk ik. Jan was toen ook goed 19 jaar. Dan moeten we maar zien wat er gebeurt. Nou, op een gegeven moment zaten we in een gat. Jan die verloor zijn muts. Die hebben de volgende dag teruggevonden met een paar gaatjes erin. Heel vreemd. Doordat hij op de grond lag, denk ik, zijn daar kogels doorheen gegaan waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment komt een boer de brug af van net zitten, mien hinder, een tinkel, mien hinder. Er waren kennelijk boeren of een boer gevorderd die spullen van die moffen van het dak Nieuw Zeilen ergens heen moest brengen. Nou, die man die was natuurlijk, ja, wat heet het, doodsangst, die liep op de weg notabene. Hoewel die moffen schoten meer over de zijkant, die hadden natuurlijk wel in de gaten waar het zich moest afspelen, want die vent die daar tegenover ons gestaan had, zo dichtbij, die had verrekt goed in de gaten natuurlijk wat er aan de hand was. Nou, dat spul moest toen terugtrekken. De zuidkant heeft ook zijn nare ervaringen gehad, die moesten door prikkeldraad, nou, bleven ze in hangen en op een gegeven moment werden ze door eigen mensen bijna beschoten, dus dat liep helaas allemaal wat spaak. Wij zijn toen heel lang in die put blijven zitten, in zo'n schuttersput, en uiteindelijk zijn twee van onze groep op zoek naar ons gegaan, want wij hoorden ze bij ieder boompje in de berm halt roepen en wachtwoord, en ze zeiden niks. Toen zeiden wij tegen elkaar, daar komen vast vrienden aan, want het is Nederlands, en als ze dichterbij komen, dan zullen we het wel zien. Nou, dat waren dan Willem de Vries en Bonne de Boer. Die hebben ons beiden toen meegenomen. En toen zijn we een heel eind door het land moeten lopen, kruipen soms. Want er werd ook nog geschoten op een of andere wat vreemde manier. Waar vandaan, men zei dan, er zitten ergens nog SS'ers in het veld. Maar zo wat, dat weten we niet. In ieder geval, je moest je gedekt houden. Tot we ergens bij een plekje kwamen met een heel gammel bootje. Waar we overgestoken zijn. Ik denk naar de Woudiek. Een boerderij waar we toen binnengekomen zijn. Daar hebben we wat te eten gehad. Daar zaten meer van ons. Dus de groep was weer een beetje compleet. Er waren wij met hartstikke natte kleren. Maar die hadden wij gelukkig niet. Want wij waren niet in de sloot geweest. En toen zijn we vandaar teruggegaan richting Piebebakker. Anderen die waren toen al naar die boerderij van Kuitert gegaan. Die moesten zich terugtrekken. Omdat ze de boerderij van Bakker ook niet voldoende veilig voelden. Nou, toen we daar waren, zijn we maar kort in de schuur geweest. Daar zat toen al, herinner ik me nog, iemand krijgsgevangen in die schuur. Ze hadden toen al iets te pakken gehad. Alleen, op dat moment gebeurde het met die auto met, ik meen er, drie moffen in. Waarvan er, ik dacht, twee van de drie gesneuveld zijn en één krijgsgevangen gemaakt. En toen ging het eigenlijk aan de lopende band. Toen is ook de gemeentearchitect, was een NSB'er, namelijk een landwachter van Grote Gast, gepakt. Dan dacht ik dat die man Alsema of Alsena heet. Ik denk Alsema. Maar in ieder geval, die was vreselijk kwaad. Maar goed, die was gauw tot de orde gedwongen. Die auto van Ros is toen gesnapt. Waar dus al dat geld, sigaretten, kleren en weet ik veel wat in zat. En toen moest er dus een plan gemaakt worden. Nou weer opnieuw. Het was toen inmiddels ook al een behoorlijk dag hoor. Elke Kerkstra heeft toen nog met, herinner ik me nog, met een handgenaad. Nou bijna over de schuur van Piebebakker heen gegooid. Ja, Okke was lang, hè? Die had hele lange armen. Dat was het enige om de schrik erin te krijgen. Wij moesten toen dus terug naar Dokkum en Nieuw-Zeilen voor onze fietsen. Toen we die hadden, toen werd er meteen gezegd, en nou als de weer ligt terug, er is net een auto met een aantal Duitsers erin gegaan, en jullie moeten die jongens die dus nog op Oud-Ziel zitten, moet je helpen. Van achteren uit. Toen is nog onze Bren in stelling gebracht door het ulebord van een boerderij. Wij zijn toen de weg nog verder opgegaan en daar zijn toen, ik weet niet precies meer hoeveel krijgsgevangen gemaakt, ik denk wel een man of 6, 7. Dat was zo'n, nou wat ze tegenwoordig een 3 tonnen, een 1500 weet, zo'n 1,5 tonnetje noemen, zo'n klein Opel Blitz vrachtwagentje was het. Dat waren dus de eerste krijgsgevangenen die je zag. Die moest je ook zien kwijt te worden. Dus eerst in de boerderij van Bakker, die zijn later naar Dokkum Nieuw-Zeilen gebracht. Maar wij moesten toen naar Dokkum Nieuw-Zeilen. En vandaar, ik weet ook niet hoe laat het toen was, kwam rond, ik vertel het nu van onze groep alleen, toen kwam namelijk rond de middag, kwam er een paar boten naar Dokkum Nieuw-Zeilen. Toen was de vlag al in top, dus het moet, en ik meen dat die om 12:30 is gehezen, moet na die tijd geweest zijn. Weer in stelling op Dokkum Nieuw-Zeilen. Ik heb toen met Jaap Knot in zo'n Haaks put gelegen, hij dus in dit gedeelte, want hij moest het schot voor de boeg geven, ik er zo voor dat ik niet onder het vuur vast in loop lag, want je was amateurs, maar er werd gewoon gezegd, Hennie, die had je even gedijst, want als ik zo meteen moet schieten, moet ik wel ruimte hebben. Nou, die boten die kwamen aan, schot voor de boeg.
En op een gegeven moment erheen, daar zaten een aantal mensen van de Kriegsmarine ook nog, die verder ook geen kapsones maakten. Die zijn vrij snel krijgsgevangen gemaakt en ook weer afgevoerd. We hebben ze toen gehad, dacht ik, in de kelder van het brugwachtershuisje. En later nog in een boerderij wat verderop naar Ezemerzeil. Daar vandaan zijn ze toen die zondagavond, maar toen waren er inmiddels ook al een goede honderd. Nou, maar eventjes, maar heel eventjes. Maar wel onder de, ik dacht in de, een soort kelder van die sluiswachter, brugwachterswoning. Want daar zie ik nog dat we dan af en toe eens met eentje naar de wc moesten, want dan moest je voor de play blijven staan als de vent zijn behoefte moest doen. Zo werkte dat gewoon, je vertrouwde niemand. Maar toen zijn ze later naar een boerderij gebracht in de richting van Ezemerzeil. En vandaar dus, ik meen zondagavond naar Kolen. Maar ja, toen was het bereid een hele stoet natuurlijk, maar dat is op foto's te zien. Toen zijn wij, nadat dit incident plaatsvond van die mensen van die boot, zijn wij opgeroepen om hulp te verlenen op Oostmahorn. Daar zouden ook boten aan land komen. En de groep Dongerendelen had versterking gevraagd. Toen zijn we met een vrachtauto en chauffeur daarheen gegaan. Ik heb nooit geweten waar die vrachtauto vandaan kwam en die chauffeur, maar Kars Kuipers heeft me laatst, of vorig jaar, verteld, die vrachtwagen hadden we buitgemaakt. Die kwam ergens van de organisatie Dood. En die chauffeur had ook voor die OT, dat was die organisatie die dat toezicht op die schuttersputjesgraverij had, was daar ook doorgeshelterd en die moest toen met ons rijden naar Oostmahorn. Onderweg ongeveer op Tipma kwamen we drie valschermjegers tegen, die we toen ook krijgsgevangen hebben gemaakt. Ook drie nog heel erg jonge jongens, die alsmaar riepen van Sissies noemst dood, Sissies noemst dood. Nou, je kon zeggen wat je wilde, maar in de auto en verder met die club, dus naar Oostmahorn. Daar lag wel de hele zaak in stelling, maar niemand ging naar die boten. Nou, toen zei wij, Kars die was nogal doorpakkend, doortastend, die zei, nou dan moeten wij er maar op af, jongens, achter een muurtje langs. En dan een paar liggen die dekken. Hij was tenslotte, ik meen, oud sergeant, had ook de mobilisatie meegemaakt, dus hij kende dat vak veel beter. Maar kon het ons goed vertellen en dan gaan een paar aan boord en meteen hende hoog enzovoort. Nou, terwijl hij aan boord ging, zaten die kerels te eten. Dus dat viel nogal mee. En nou, krijgsgevangen gemaakt mee, wapens mee en wat van gevaarlijke dingen kon zijn. Nou ja, en daar moest je ze fouilleren. Dat was de eerste keer in mijn leven, kan ik me nog voorstellen, dat is een leuk incident. Dat ik een portemonnee van een van die kerels uit een zak trok en daar zaten condooms in. Die noemden ze toen kapotjes. Dus ik zei tegen hem, wat zijn dit? Oh, ben de regenjasjes en die zetten maar weer in en geef maar terug. Hoor ik nog iemand van een andere groep zeggen. Daar zijn we toen met dat hele stel naar Anjem gegaan. En nou, dat gedeelte van Dongerendelen was al letterlijk bevrijd. Hè? Want Dokkum enzovoort was wat eerder dan Dokkum Nieuwzeilen, omdat wij met die hoek zaten met mensen die vanuit Groningen proberen nog naar de Afsluitdijk te komen. Dus dat was daar werkelijk een feestdrukte van belang. Dus wij schoten maar een keer een Stenhouden leeg in de lucht en toen het gemeentehuis in. En daar hadden ze de burgemeester van, dat is Oost- of West-Dongerendeel, ik wil af zijn welke precies, hadden ze daar te pakken, ook in NSB'er. Die haalde ze uit de cel en die moest met zijn broek vasthouden en op hoezelvouw, zoals ze dan in Groningen zeggen, moest die voor ons het Wilhelmus zingen. Ja, dat was ook een hele vreemde. Maar ja, je had natuurlijk gevoelens hè, en je moest het even kwijt. Dus dat hebben we daar toen beleefd en toen zijn we uiteindelijk met onze gevangenen weer teruggegaan naar Dokkum Nieuwzeilen. Dat was die hele zaterdag, want die middag zijn we, ik denk, uren daarmee bezig geweest. Terwijl je dus ook eigenlijk nog door een stukje, dat bleek wel van die valschermregen, bezet gebied reed. Dus je had altijd twee man voor op de spatborden liggen gewapend. En onze brandschutter die lag met de bren op de cabine van de auto in aanslag. Dat als er wat was, kon die ook meteen schieten. En ja, zelf hing je en lag je zo in de auto dat als er wat was, kon je er meteen uit natuurlijk. Hè. En die avond hebben we even rust gehad, die zaterdagavond. En toen hebben we s'nachts de hele nacht eigenlijk zo'n beetje in schuttersputten aan de zuidkant van de brug wacht moeten doen. Ik herinner me nog dat het regende, dat het goot, het was een vreselijk vieze nacht. Dat af en toe dan legde je daar een soort deken even over. Je zag Groningen branden, want daar waren ze toen dus eigenlijk heel duidelijk met het gevecht aan de gang. En je had zelf helemaal geen idee, want dat frappeert me nog steeds, ik hoor het ook van de anderen, dat je zelf toen in een gevaarlijke situatie zat. Kijk, je keek ook niet vooruit wat gebeurt er morgen of zo. Nee, nou zondagmorgen, de wachten moesten worden afgelost, die konden even wat eten, nou slapen kwam niet van. Maar daarvoor was je ook denk ik veel te emotioneel met de dingen betrokken. Wij moesten de wacht houden bij het sluizencomplex, er lag weer een andere groep daar op de hoek bij Soemsterdijk. Totdat op een gegeven moment die motorrijder, die ordonnans met die bus erachter, met die troep erachter kwam. En daar zijn we toen allemaal naartoe gestuurd. Toen was het meteen de sluizen afdraaien.
En toen heeft, dacht ik, als ik me goed herinner, een groep van donkere delen nog even de wacht van ons erover genomen. Toen moesten wij allemaal naar de hoek. En omtrekkende bewegingen maken. Ik herinner me nog, en dat is dan triest, dat daar al een hele hoop gesneuvelden in de berm op een rijtje lagen. Daar ben ik gewoon achter gaan liggen als dekking. Dat kan men zich eigenlijk niet voorstellen, maar dat doe je in zo'n tijd, want dat is een van de weinig veilige plekjes. Want we moesten de weg over naar een boerderij aan de overkant om een omtrekkende beweging te maken door, en dat is vreemd, toen bloeide het koolzaad al, in half april dus 45, naar een boerderij te komen waar die moffen zich op terugtrokken. Wij moesten met onze groep een omtrekkende beweging maken. Alleen op een gegeven moment bleek dat dat geen zin had, want in dat koolzaadveld moest je met een hele groep eigenlijk interieurslinie erdoor, want daar kon iedereen zich in verstoppen. Totdat op een gegeven moment het bericht kwam, we hebben assistentie van de Canadezen gevraagd vanuit Dokkum. Stop eerst maar en dan, als die er zijn, gaan we weer verder. En die zijn toen op een gegeven moment met de verkenningswagen daar die reet opgereden. En op een gegeven moment, nou 1-2 schoten, er is toen niet eens veel meer geschoten door een wat zwaardere wagen. Of dat nou zo'n Hunter was of een tank, ik zou dan, want er waren toen ook tanks namelijk die er kwamen. En toen waren die moffen gauw bereid om de vlag in de lucht te steken en zich over te geven. Maar toen is het er een, nou ik denk wel 1,5-2 uur warm aan toegegaan. Daar zijn toen ook Gerrit Bleker gesneuveld, Jacob de Graaf, en Pieter Postmees denk ik eerder. En Hein de Bruin is maandag zo. Die twee zijn die zondag in dat gevecht. Hoe kwam dat hè? Nou, die wilden die motorrijder, dat bleek een veldwebel te zijn, ontwapenen. Maar die Smeerlap die wist dat hij als verkenner vooruit reed voor een groep die achter hem kwam. Dus hij nam daar de tijd voor, deed het heel langzaam. En toen hij dat zag, toen trok hij zijn pistool. En toen was het voor deze jongens eigenlijk vrij gauw gebeurd. Dat wil zeggen, de ene eigenlijk rechtstreeks en de andere dus in een kort, ja, wat betreft afstand, kort gevecht. Maar die vent die was er gewoon op uit. En ja, maar niet vergeten, die hadden natuurlijk jaren ervaring achter de boeg. En die speelden, of die vochten voor hun leven. Die heeft dat op een gegeven moment gewoon geweten. En op die manier is hij toen nog wel de berm ingeduikeld. Maar die vraag hoe hij eruit zag toen ze die weghaalden. Want ja. Nou, daar schoot iedereen alles bijna op leeg. En ja. Kun je voorstellen hè, dat de reactie dan is hè, van de mensen. Daar zijn toen nog ook al wat Duitsers gesneuveld, dacht ik op dat moment. Maar ja, die mensen, het gekke is, ik zie het nog gebeuren, ze rollen uit een wagen, hebben meteen dekking. Nou was het ook zo, daar stond een huisje wat laag bij de weg. Het staat er nog, met een heg ervoor, dus je had dan meteen eigenlijk een dekking. En dus dat was voor hun natuurlijk het voordeel. Terwijl bij ons, je had wel die cirkel, de dijk, en dan precies in die hoek was een put, daar lag een brenploeg in, Jan de Jong en Thierry Bosraad met een bren. En dan dus achter dat huisje, nou was het ene een transformatorhuisje en het andere een telefooncel. Daar lagen ook mensen achter, dus je had wel als het ware een soort, een hinderlaag waar ze inliepen. Maar die strekte zich niet het land uit. En daar had je dus bouwland met, wat ik zei, dat spul erin, dat koolzaad, nou daar kon iedereen in wegkruipen. Dus dat kon je ook nooit bewaken. Je hoopte maar dat ze niet verder dan de weg konden komen. En dat lukte met de meesten ook hoor. Alleen die zondag ging het even wat fout. Maar ja, helaas moet je zeggen ten koste van twee van ons. Maar in ieder geval is het verder toen gelukt. En nadien zijn er die zondag daar geen gevechten meer geweest. Want ik herinner me nog dat toen 's middags predikanten uit de nabije gemeente, dominee Groeneveld van Komen Pomp was toen bij ons, dominee Kersjes die in Buren stond was bij ons om zijn gemeenteleden, jongens, dat hebben we ook erg op prijs gesteld, dat je gewoon de weg met elkaar stond te praten. Te weinig attent denk ik op wat er gebeuren kon. Later is dat wat veranderd, dat verderop naar Komen Pomp toe iemand op een hoek uitgezet werd, als er wat is zwaaien we met een vlag dat we weten dat we weer in stelling moeten. Maar in ieder geval die zondag is het toen verder rustig verlopen. Toen is ook s'avonds die groep krijgsgevangenen naar Kolm, naar die toen nog openbare ULO gebracht. Nou, daar zijn ook foto's van. Hè? Dat hele stel vernederend dat de hoogstofficier met een witte vlag moest lopen. Ja. Wie dat gepresteerd heeft, ik denk dat Ganzega was. Hoor. Dat hij op die manier toch zijn vernedering ook duidelijk wilde laten maken. Maar toen die nacht zijn wij ook naar Kolm, op Kolm teruggetrokken, ook in die school. Alleen, dat is denk ik de nacht van maandag op dinsdag geweest, hebben we nog weer, toen wij aan de Kolmerweg naar richting Buren, een soort hindernis aan de weg moeten leggen, want toen was er weer gezegd dat er nog moffen zouden doorbreken. Hebben nog bomen gekapt, nog
kuilen gegraven. Ergens aan de Friese Straatweg was wat vuurgerommel, maar dat was vrij ver weg. Dat is de laatste actie geweest nadat dus die maandag Hein de Bruin nog sneuvelde, dat wij contact hadden met de vijand. En toen zijn we dus later ook naar die huisartsschool gegaan, die dan min of meer als kazerne werd gebruikt. En wij moesten NSB'ers ophalen in de gemeente. En die kwamen in het armhuis. En daar moest dus ook wacht gelopen worden. Dat was wel wat een vreemde gewaarwording. Dat dat eigenlijk allemaal bekenden waren. Hè? Dat we zeggen van... Die NSB'ers? Ja, die mensen hadden wij... Waren er nog veel NSB'ers dan in Kollum en omstreken? Dat weet ik niet. Wij hebben uit Buren de familie Kloppenburg gehaald. Gosse Kloppenburg. Nou was dat helemaal niet een slechte vent hoor. Maar ja... Hij kwam er voor in aanmerking. En die schoenmakende familie Terpstra, want die hebben altijd een dubieuze rol gespeeld. Dus die werden ook meegenomen. En nou, er is toen één meisje wat met moffen ging, een kop kaal geschoren, de ander die piepte tussenuit. Maar verder Kollum weet ik eigenlijk niet. En Was de Molen? Was de Molen hebben wij niks gehaald. Nee. Ik weet ook eigenlijk niet of dat... Toen wel echt, kijk, die Gosse Kloppenburg woonde onder Warfstermolen, hè, tussen Buren en Halfweg. En dan eigenlijk, de boerderij had twee uitritten, één van die weg en één van die weg van Halfweg naar Warfstermolen. Maar zo gezegd, dat was niet de man die eigenlijk een kip kwaad deed, hoor. Maar hoe kwam dat zo'n maand en weer de Duitsers? Ja, begrijp ik niet, hoor. Uit een stukje idealisme misschien, ik weet het niet. Heeft het ook nooit sterk uitgedragen. Nee, Kollum had een NSB-burgemeester, hè, Feitsma. En dan die man van het elektriciteitsbedrijf, Groenbroek. Dat was een gerenommeerde NSB die ook later, dacht ik, bij de landwacht heeft gezeten. Maar in de plaats Kollum zelf weet ik eigenlijk weinig van. En uit de Westhoek van de gemeente ook, maar er zaten toch wel een aantal mensen in dat armhuis. Die dus daarvoor in aanmerking kwamen. Die zijn later ook afgevoerd, maar daar hebben wij ook verder geen bemoeienis meer mee gehad. Hoor. En toen had je daar achter de rug, zeg maar, en wat moest je toen doen? Nou, toen was er eerst sprake van, Holland was niet bevrijd. Toen werden de vrijwilligers gevraagd om met bootjes het IJsselmeer over te steken tot achter de Duitse linie. En daar eigenlijk ditzelfde te doen van vitale punten te bezetten voordat de geallieerden kwamen, wat in hun plan lag. Wat dus bij Dokkum Nieuwzeilen ook het geval was. Hè. Alleen, daar hebben toen ook Jan Knot en ik ons voor gemeld. Wij mochten niet mee, want we waren geen oud-militairen. Dat had te maken met het feit, stel dat je krijgsvanger werd gemaakt, dat je misschien binnen de conventie van Genève nog recht had op een redelijke behandeling, want wij werden gewoon doodgeschoten. Dat was daar ook het geval. Je was gewoon een terrorist, punt uit. Die moffen hadden geen condolences of wat dan ook met de mensen. Dus dat is niet doorgegaan, uiteindelijk helemaal niet. Totdat op een gegeven moment ter sprake kwam, Schiermonnikoog zitten een hele hoop Duitsers, er zijn al die smeerlappen van Scholtenhuis aan erheen gevlucht. Daar moet een goede bewaking aan de kust komen. Jullie kennen die kust wat. De Engelsen willen ook wel een klein beetje op adem komen. Dus daar werd toen een kustwachtbataljon opgericht. En daar hebben wij ons voor gemeld. En toen zijn wij al vrij snel naar Oostmahorn en Ajem. Eerst via Ajem naar Oostmahorn gegaan. Daar hebben we, ik denk wel een week of 4, 5 doorgebracht. En door nog wat beleefd? Nee, eigenlijk niet. In feite, ja wat zou ik zeggen, die patrouilles lopen. De eerste... De patrouille die we liepen, die is vreselijk spannend geweest, want wij moesten het van Engelsen overnemen. Wij kwamen eigenlijk onvoorbereid, met z'n vieren, de drie Knotten en ik, liepen wij patrouille. En op een gegeven moment was wel gezegd dat het wachtwoord was Prins Bernard. En dan is het zo, als wij dus mensen willen aanhouden, dan zeiden wij Prins en dan moest de tegenpartij Bernard zeggen. Nou, op een gegeven moment liepen wij op die dijk en we hoorden wat gerammel van helmen. Wij hadden geen helmen, dus wij waren vrij stil, dus wij onder naar de dijk. Maar de groep die ons tegemoet kwam, bleken uiteindelijk Engelsen te zijn, hadden ons ook gezien. Maar goed, dat was halt. Stoppen. Op een gegeven moment zei iemand van ons, Prins, gebeurde niks. Nou, en dan nogmaals een keer Bernard, gebeurde nog niks. Tot op een gegeven moment, we merkten dat die Engelsen hun wapens schietklaar maakten. En toen hadden wij het gevoel van, dit klopt niet. Hè? Ja, zijn het nou Engelsen of moffen? Want dat zie je zo in het donker ook niet zo duidelijk. Op een gegeven moment, ik had toen, doordat ik al op school in Groningen ging, ook Engels gehad, toen schoot me in de zin, Prins, dat is Count. Toen riep ik het woord Count. En toen kwam meteen van de andere kant Bernadotte. Toen was het goed. Want het wachtwoord was niet Prins Bernard, maar dat was vertaald van Count Bernadotte. En die Bernadotte, dat was die prins daar uit Zweden.
dat was puur een misverstand. Nou ja, goed, beiden stonden we te rillen bij elkaar toen we dus gedachten uitwisselden. Dat had fout kunnen gaan. Want toen bleek ook dat er lag al een Engelsman met een brem klaar om er maar in te schieten als het verder niet wilde. En dat is dus, nou, dat was het enige incident eigenlijk. Wij moesten dan tot de band. Daar woonde een moer, of een, het was een alleenstaande geloof, Freerik van de band. En daar kon je dan in een soort hut, kon je dan even op verhaal komen. En dan ging je weer terug, want van de andere kant, Peersens Moddergat, liep dan ook een patrouille. En je ontmoet elkaar dan daar op de band. Maar daar zijn verder geen echte dingen meer geweest. Die één keer is er een reddingboot van Schiermonnikoog aan land gekomen met een gewonde officier die naar een hospitaal moest. Want ik kreeg toen namelijk op Oostmahorn de taak van tolk, omdat ik het Engels wat machtig was. En die commandant, die eerste luitenant, die vroeg dan, where's the little interpreter, de kleine tolk. Ik was dan de jongste ook. En dat legde je geen windeieren, want heel vaak kom je dan 's middags tegen tea time bij die man. Nou, en de Engelsen weten wat thee is met alles wat er omheen zit. Zo moest ik ook een keer bij hem komen. Toen vroeg hij mij of ik wilde vertalen wat in een telefoongesprek van het eiland naar hem toe kwam. Of ze het Duits niet machtig waren en wat ook voorkwam, of ze wilden het niet verstaan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, toen kreeg ik aan de telefoon de inselcommandant van Schiermonnikoog. Die wilde dus vrijgeleide hebben voor die reddingboot met een krijgsgevangen, of die werd een krijgsgevangen, gewond officier. Die zou dan dus duidelijk bij de mast van de reddingboot staan als zodanig herkenbaar. Ook met dingen om zijn hoofd dat hij dus gewond was en dat er niet geschoten werd. Nou, dat aan die Engelsman duidelijk gemaakt. Nou, toen de hele bezetting in het geweer, dus gewoon de normale, want ze namen geen enkel risico. Totdat die boot in zicht kwam en die dus aan de wal kwam en toen is die vent afgevoerd. Ik denk dat ook hem gebracht is of Leeuwarden. En dat is het enige eigenlijk geweest dat we daar toen nog met de vijand contact hebben gehad. Er moeten wel in die beginperiode een paar met rubberbootjes zijn overgestoken die in de buurt van Peersens Moddergat zoek geraakt zijn. Maar daar hebben wij verder geen bemoeienis mee gehad. Dat hoorde je dan en nou ja, het zij zo. En daar hebben we toen dus ook de echte bevrijding 7, 8 mei meegemaakt. Overal vreugdevuren. En op een gegeven moment waren die Engelsen eerst, wij zeiden wat paniekerig, dat ze ons erop afsturen wat het was. Want die dachten dat het weer acties waren. Kijk, als er aan de kust bij een eiland wat nog bezet is door de vijand iets gebeurt, zij zeiden natuurlijk op hun uiterste van verrek, dat kan natuurlijk een poging zijn om er tussenuit te gaan. Uiteraard de zaak wel. Ja, wij lachten erom en zeiden, dat is het vieren van de bevrijding enzovoort. Maar dat geloofden ze niet helemaal dus. Wij zijn toen die nacht nog als een paar keer op stap geweest op de fiets, om te kijken dat ze werkelijk in al die plaatsen feest vieren. Jezus, Mora en weet ik veel wat er doen. En wij kenden die streek een beetje, want dat is wel het opmerkelijke. Ik sluit nou het verhaal een beetje af. Dokkum Nieuwezijlen was voor ons de eerste plaats waar we de moffers zagen in 40 en de laatste waar we ze in 45 hebben weggejaagd. Wij moesten evacueren namelijk in 40 vanuit Buren, Munnekezijl komen op en met al dat vee. En dat was op 10 mei. En op 11 mei, want toen was dit gedeelte al bezet, toen wij terug zouden, toen kwam de eerste verkenningsgroep motorrijders van de Duitsers, die kwamen dus naar Dokkum Nieuwezijlen, net toen wij er waren, want mijn fiets was daar blijven staan en die wilde ik dus hebben en die heb ik nog net kunnen pakken voordat zij dus slaan met geweren en weet ik veel wat die koeien van de sluizen dreven en dat sluizencomplex wilden bezetten. Dat was de eerste confrontatie met de vijand. Nou, de laatste, dat is het verhaal, dat hebben we daar dus ook meegemaakt. En dat was in 45 april dagen. Maar wat kwam dan allemaal van Schiermonnikoog? Wat waren ze dan? Nou, er zat een gewone bezetting. Ja. En op een gegeven moment is daar, ik denk ook ja, in de aprildagen, toen de Groningen kwijt kwam te zitten, zijn al die SD'ers, dat hele stel van het Scholtershuis en aanhang, die zijn via Zoutkamp naar Schiermonnikoog gevlucht. Die hebben ook apart gezeten, want wij hebben wel eens gehoord dat het daar dus ook een kwestie van pik en vuur was tussen de normale bezetting, die eigenlijk vrij aardig in de bevolking geïntegreerd was, want ja, ze waren ook van elkaar afhankelijk. En dan die hele SS en SD-troep, die zaten in een boerderij apart. En die hadden ook helemaal geen omgang met elkaar, alleen die waren goed voorzien van drank en al dat soort dingen. En wij hebben wel eens gevraagd, ook aan de Canadezen, of wij met hun mee die troep van het eiland mochten halen. Maar daar waren ze bang voor dat natuurlijk die moffen toch weer zo zou prikkelen dat ze dan toch nog tot actie overgingen. Ze zijn er in juni weggegaan
En ik herinner me nog dat ze toen in Zoutkampenland gekomen zijn, dat de bevolking ze ook wel kon spuwen, letterlijk en figuurlijk. Maar dat heb ik niet meer meegemaakt, want toen was ik dus al uit die dienst van het kustwachtbataljon om weer naar school te gaan. En bovendien, het werk was toen afgelopen eigenlijk, hè, want Oostmoorn heeft er in de maandag, denk ik, 16 april of zo, heeft die er ook nog van langs gehad bij de beschieting van het eiland af. Dat is er toen ook nog vrij hard aan toegegaan, want daar was vrij veel kapot hoor, op Oostmoorn. Want ik herinner me nog, de huizen waar wij in lagen, daar waren de ramen dichtgespijkerd en alle ruiten kapot, de muren waren wat kapot enzovoort. Dus dat heeft toen nog wat schade opgelopen. En daar is ook nog gevochten, daar zijn nog moffen geweest die geprobeerd hebben aan land te komen. Er zijn, of dat die zondag is geweest of de maandag, zijn nog een paar Canadezen gesneuveld ook. Twee stuks in ieder geval. Dat staat in het boek Friesland 4045. Daar staan de namen ook in. Die zijn toen, ik dacht, in Dokkum begraven. Maar dat hebben wij niet meegemaakt. Dat is meer een donkerendeelse zaak geweest, zou ik dat zeggen. Maar dat was het punt ook namelijk. Zij wilden met brandcarriers die dijk op. En dat kon niet, want als zo'n brandcarrier de dijk op komt, dan krijg je die kwetsbare onderkant. Dus dat hebben ze toen niet gedaan. Maar er zijn er toen toch twee Canadezen gesneuveld. Ja. Maar heb je nog geen contact met die commandant voor de oorlog, die ook in mijn ziel zit? Die platneus, hè? Zoals ja. Nee. Maar ik zou niet weten hoe de man. Hij had wel weer zo'n dak in mijn ziel geweest. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze, ja. Dat weten we niet. Nee. Hij zal er ook geen boel van hebben. Maar ja, kijk, de ook, houdt die man erover gedacht in die tijd, hè? Je spreekt allemaal van ons, maar houdt die man toen over gedacht, houdt dat kom mis en houdt dat... Wij hebben er eigenlijk nooit meer stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Het is alleen zo, de laatste keer dat we de algemene herdenking hadden, dus in 1990, was vorig jaar, toen stonden we klaar op Komeroudzeil, want dan wordt er gewandeld langs de oude weg naar het monument, dat het op een gegeven moment ons enorm irriteerde dat terwijl wij begonnen klaar te staan, daar een paar Duitsers met auto's tussendoor reden. Nou, toen waren wij zo ver bijna van, we moesten onze handen thuis houden, anders hadden we ze uit de auto gehaald. Zo van, schoften, heb je nou het lef? Nog om, hier tussendoor, weet je niet waar je bent in Nederland, hè? En misschien, want ik zei toen toch ondeugend, misschien kennen ze het nog jong van die tijd van ons. Het waren wat oudere mensen die erin zaten, maar ja, goed, zo wordt. Ja, je kunt het nooit weten, hè, of die mensen daar dus... Maar, wij hebben nooit contact gehad. Nee. Althans, ik niet bij mijn weten met de groep niet. Nee. En die commandant was toch ook opgesloten in Kollen? Nee. Nee? Nee, want zij zijn, ik denk via de Dongeradelen, ergens anders heen gegaan. Wij hebben ze niet krijgsgevangen kunnen maken, de bezetting van Dokkum Nieuw-Zeeland. Maar welke officier was er wel die midden weer de vlag liet? Dat was een die uit een auto gehaald is. Oh, een auto wel. En waar kwam die weer dan? Weet ik niet. Nee. Hij zal misschien wel in het lijstje staan. Ja. Dat weet ik niet. Want als het goed is, moet namelijk die Blanken, dat was de hoofdcommissaris van politie in Groningen, moet daar ook door ons krijgsgevangen zijn gemaakt. En dat wie moest die verhoorden afleggen? Dat weet ik niet. Wij hebben ze namelijk vrij snel daarna, of wij, maar een groep van ons, hebben ze met Canadezen samen naar Leeuwarden gebracht. Op tanks. Canadezen hebben ze toen opgehaald op tanks en toen zijn ze naar Leeuwarden gebracht. En daar zullen ze wel verhoorden. Wie deed dat in Leeuwarden? Dat weet ik niet. Kun je dat achterna komen? Weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Er zit in Leeuwarden, dat vertel ik vanmorgen al, een zekere Kooistra, die heeft heel lang bij het Fries Dagblad gewerkt als juridische redacteur. Die moet een ontiegelijk archief hebben van, ook van namen en toenamen van heel veel van die mensen. Vrienden van ons in Groningen, die man die is kantonrechter in Leeuwarden geweest, die zei toen hij met pensioen ging weer in Groningen komen wonen, die vertelde me dat onlangs. Hij zei, daar zou je ook eens contact mee moeten hebben, Henk. Want ik denk dat die een hele hoop weet. Die heeft werkelijk een huis vol met vooral namen enzovoort ook. Nou, kwam ik in het Fries Dagblad of zo geloof ik een keer een artikeltje van hem tegen. Maar ja, je kunt zijn naam aan de week komen bij het Fries Dagblad. Die schijnt ook een hele hoop te weten. Ja, dat is nou, ik wat tijd krijg en ik hoop wat tijd heb, zo is wat op mijn programma staat. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in het Verzetsmuseum geweest, terwijl ik alle jaren een vrijkaart heb. Maar daar moet ik ook maar eens heen. Want het gekke was, toen ik vorig jaar vroeg, waar zijn nou die gevechtsrapporten van ons gebleven? Toen zei iemand, ik weet niet meer wie, die liggen op een zolder in het Verzetsmuseum. Ik zei, dat kan ik me niet voorstellen. Maar die zijn dus
wel onder andere ik. Mm. Maar dat soort dingen kom je dan dus tegen. Want ik denk dat in de oudheidkamer in Kolm, en daar ben ik ook donateur van, daar wil ik binnenkort dus ook heen, dat daar ook nog wel eens iets kan liggen wat, waar ik in geïnteresseerd ben. Ook uit de geschiedenis van Burum, dat is dan de andere kant, want daar woonde vroeger een boer, Frans Diek, die erg veel opschreef wat hij daar in Burum heeft beleefd. Nou, ik denk dat dat daar allemaal moet liggen. Je bent in Kolm, in de oudheidkamer. Ja, en die is al overleden, die Frans Diek? Ja, ja, die leeft niet meer. En die Postma, die zat er toch ook in geïnteresseerd, dat was die veekoper, toch? Jappie Postma. Ja. Yeah. Nou, dat is ook een verhaal op zichzelf. Die heeft erin gezeten. Die heeft ook, altijd gedacht dat hij er zonder meer bij hoorde. Maar die is niet opgeroepen voor die acties. Want handel was wat dubieus, heb ik wel eens gehoord. Ik kan er niet over oordelen. Maar dat hij in een zwarte handelscircuit zat. En dat was een reden dat Ganzengaas zeker geen contact meer wilde hebben. Nee. Maar hij is later wel met ons op Oostmahorn geweest, op het kustwachtbataljon, want daar is hij motorordonnans geweest. Hij heeft mij, weet ik nog, toen ik mijn ontslagbewijs in Dokkum kon halen, heeft hij mij achter op de motor van Oostmahorn naar Dokkum gebracht. Mm. Toen mocht hij wel meedoen. Maar ja, je had ook een beetje die controverse tussen de binnenlandse strijdkrachten en de ordendienst. Mm. Er waren meer mensen die dachten dat ze erbij waren, maar die bij die ordendienst hoorden. Nou, daar zit denk ik ook nog een heel vreemd verhaal aan vast. Ik heb het van horen zeggen hoor. Wij hebben nogal wat goederen buitgemaakt daar op Dokkum Nieuwe Zeilen. Op een gegeven moment was gezegd, wij zouden daar ook een zekere keuze kunnen doen. We hebben nooit weer wat van gezien. Wij waren zelfs zo eerlijk, althans ik ook, ik had een leren jas even omdat het slecht weer was. Die buitgemaakt was, die heb ik een paar keer aangehad en die heb je heel netjes ingeleverd. Nou, en zo ging dat. Je was echt gebleven daar. Ja, als u het weet. Ja. Dat is door, men zegt, door die ordendienstmensen is dat allemaal meegenomen. Die bleven in Kolm. Toen wij naar Oostmahorn gingen, bleven zij met die handel in die huishoudschool, bleven ze achter. Nou, na verloop van tijd hoorden wij al bij geruchten dat er niks meer van was. En zo dat gelden allemaal buiten. Nou, dat is, Ros, voor zover Ros. Ik weet, is dat wel via de goede weg overgeheveld. Want heette die niet Kruisinga, de gemeentesecretaris, die zat daar ook mee in. Die moet dat gewoon verantwoord hebben en dat moet gewoon bij de instanties zijn ingelegd. Ja, want dat was niet weinig. Ik geloof wel een 6 ton, alles met elkaar. En dat hetzelfde is, ja, met die auto's enzovoort, waar zijn die gebleven? Nou ja, voor zover ze dan nog rijdbaar waren. Maar ja, al die dingen ging buiten ons om. Wij hadden wat gedaan, maar zonder winstbejag, dat was dan ook zo'n punt misschien. Maar we hebben verder gedaan wat gevraagd werd dat we konden gaan doen. Maar ik weet wel, toen wij dan Oostmahorn zijn gegaan, dat al vrij gauw gezegd werd, jongens, stel je er niks van voor, dat spul in Kolm is al weg. Dat hebben ze gejat. Nou, so what? Wij zijn er ook nooit weer terug geweest. In die huishoudschool niet, uiteraard de zaak niet, want als je dus een keer een dag naar huis ging met verlof, dan ging je dus van Oostmahorn ging je naar Buren op de fiets die hele dijk langs. Ja. En meer niet. Ja. Maar dat is gewoon, laat ik maar netjes zeggen, zoek geraakt. En zoals die Gansie, die was de commandant van alles. En waar was dat van de man? Die kwam uit het douanewezen. Hij is later ook weer teruggegaan naar, ik meen, Goejan Verwellesluis of zoiets. Hij heeft zich ontzettend ingezet bij die watersnoodramp in Zeeland. Dat is eigenlijk ook de aanleiding tot zijn dood geweest. Daar heeft hij zich te veel in gespannen. En vrij kort daarna heeft hij ook een hartinfarct gehad en is hij overleden. Maar dat was werkelijk een man vast. Als die je aankeek, dan had je het gevoel dat hij dwars door je heen keek. Want je kwam allemaal natuurlijk voor zo'n soort beoordelingscommissie. En je was wel aangemeld door een groep, maar hij wilde weten wat voor vlees je in de kuip had. Hmm. Nou ja, en dan werd je wel goed bevonden, kennelijk. En hoe deed je dat? Nou, vragen naar je achtergrond en of je wel eens met dingen van het verzet te maken had gehad. Nou, ondergedoken was, waarom? Nou, ik moest in de arbeidsdienst. Nou, dat weigerde en dat weigerde mijn ouders dat niet. Nam in nogal eens wat kranten mee, illegale kranten naar Groningen, die je dan dus overgaf, terwijl het net leek alsof het oud papier was. Nou, dat soort dingen, dat liep vrij normaal. Ja, en zo van, nou kan ik op die betrouwbaarheid aan, wie ken je in het dorp waar ik kan informeren? Nou, dat waren dan een paar adressen. En je had, of je was als zoon, denk ik, van de meester van de gereformeerde school al, denk ik, zonder enige smet of blaam in het algemeen, als je ouders ook goed waren. Nou, mijn vader, die altijd in de kiesvereniging had gezeten, illegaal en allemaal wat dat deed. Zo op die manier werd dat verwerkt, denk ik. Maar hij wilde weten wat voor vlees hij in de kuip had. En terecht natuurlijk. Want er is toen wel eens wat rellerigheid geweest, dacht ik in Kolm, tussen een paar mensen waarvan de een zei, die is fout.
ik herinner me de naam van een verver daar waarvoor we gewaarschuwd werden. Nou, daar moest je voor oppassen, kennelijk. En dat moesten zij natuurlijk wel nasporen. Hè, van, ja, wat ik zeg, dat insluipen in die groepen, dat had je de kortste keer hoor, als, het, als je niet oppaste. Ja, dat was Ganziger, dat was de commandant. En daar hadden we commandant onder hem natuurlijk. Ja, ik denk dat Gerben Meijer en Gosse Beer daar mensen waren die dus de tweede in commando ook waren. Gerben Meijer in ieder geval ook, die wilde dat ook wel graag, als ik het onderwerp ja, was Kaas Kupers. Dat was de commandant van de gevechtsgroep. Kaas Kupers was commandant van de gevechtsgroep, Brens was commandant van de gevechtsgroep, Wenting was commandant van de gevechtsgroep, Dauma, Komen Pomp, commandant van de gevechtsgroep, en dan Chip Hoofd van de sabotageploeg. Dus die vijf, dat waren de gevechtsgroepscommandanten. Ja, ja. Nou, en die ja. hadden dan ook weer de plaatsvervangende commandant, en zo was Hein de Bruin. De plaatsvervanger van Brents. Zo zat het allemaal in elkaar. Ja, en boeren. Die drappings zijn allemaal geweest. Dan die wapens allemaal. Ja, ben dat je door is, nee, daar ben ik zelf niet bij geweest. Er waren meer de commandanten, zeg maar. De commandanten deden mee. Ik weet dat Kars Kupers daar ook een keer aan meegedaan heeft. En dat hij, dacht ik, met Luut Suntersmeijer is geweest. Dat Luut ook niet wist waarvoor het ging. Maar later hoorde dat Kars toen naar Aalsen moest. Maar kijk, die werden wel vervoerd naar adressen waar wij ze moesten opvangen. De tragiek wil dat Hein de Bruin in een grafkelder is begraven, die gebruikt is als wapenopslag op zijn boerderij, op de kerkhof in Oudwoude. Ja. Dat was ook op wens ook dan van de familie natuurlijk, maar die is daarvoor gebruikt. Dat was zo'n snik die ze dan gebruikten van Aalsem hier deze buurt uit waar die wapens mee werden vervoerd. En het verhaal wil, en ik denk dat het ook waar is, dat de moffen die snik zelf nog een keer voor een deel door Dokkum door de sluizen hebben getrokken. Maar ja, daar zat zand over en weet ik veel wat. Hè. Want ze moesten daar wel weg natuurlijk. Hè, van. Maar hier zat dus bij Aalsem, Aalsemerpoort zat een droppingsveld voor het noorden. En het wachtwoord voor een dropping hier was de worm heeft rode haren. Dat werd dan dus eerst in het begin van de avond voor Radio Oranje werd het uitgezonden. Dan kreeg je altijd een hele serie van die dingen. En als het dan later op de avond weer werd uitgezonden, dan zou die nacht de dropping plaatsvinden. Want er kon wat tussenkomen natuurlijk, vliegtuig komen onklaar zijn of wat dan ook. Dan ging het niet door, maar dan moesten dus de mensen zich klaar houden. Je had dan zo'n, zo'n ploeg die de wegen moest afzetten en verder de ploeg die op het land zorgen moest dat die troep zo gauw mogelijk aan kant kwam. Want het gekke doet zich voor, Aalsem ligt bijna onder de rook van Dokkum. Maar Dokkum had een garnizoen van pakweg 1000 man. En er is eigenlijk nooit wat van gemerkt. En dat deed men meer, hè, dat het Bakkeveen heeft geloof ik ook een droppingsveld gehad. Maar er zijn wel kaarten van waar ze op gelokaliseerd zijn, maar dit was hier namelijk voor het noorden hier bij Dokkum. En daar zijn ze toen geleidelijk aan via dat houtstek bij, hoe heet het ook daar ginds, in Kolmeland, zijn die uiteindelijk in de gereformeerde kerk terechtgekomen. Dominee Bout heeft nog een paar zondagen op die wapens gepleegd, gepreekt, want ze zijn eerst onder de preekstoel verborgen. En toen uiteindelijk helemaal boven achter de planken gebracht. En dan dus het zaakje weggewerkt. En dat werd wel eens een keer wat schoongemaakt. Dat deden wij dan bij toerbeurt. Hè. Dat moest wel eens wat ingevet worden. En als je je behoefte dan moest doen, vooral een plas. Dat werd in die lege munitiedoosjes gedaan. Want ik herinner me nog, toen wij die vrijdagmiddag het spul er weg moesten halen, zaten de mensen dus achter die planken. Halverwege weer op een soort laddertje. En die namen het over. En dan op de vloer. En dan moest door dat hele torengebied, moest die spullen naar beneden. Dat op een gegeven moment er ook zo'n doosje kwam. En dat werd wat scheef gehaald dat iemand dat best die oude pis over zijn mouw kreeg. Nou ja, goed, dat zijn dan de, ja, wat vrolijke dingen, maar goed, dat gebeurde gewoon. Want je kon er niet ergens mee heen. Hè? Als je er een keer achter zat, dan moest je dus zo lang je ook opsluiten, want die wacht die liep daar continu om die kerk heen. En hoe ken je nou terug op die tijd? Ik wil maar zeggen, dat is nou al, je dikke vader, je leed nou weer. Ja. Ja, het is gebeurd. We hebben jaren gehad dat je er eigenlijk nooit over sprak. Mijn eigen vrouw weet deze dingen ook niet of nauwelijks. Nee? Daar praat je niet over. Nee. Dat hou je gewoon voor jezelf. Ja. Wat zij aan de weet is gekomen, dat heeft ze dus wel eens op reunies die ze dan ook mee bijwoont. Wel eens een hap en een snap gehoord. Maar ze zei, ja, dat soort verhalen wat jullie precies beleefd hebben, dat zeg je niet. Maar waarom? Weet ik niet. Nee? Nee, dat is een onverklaarbare zaak. Ik ben hier nog heen gereden van, als die man mij het vraagt, dan zal ik het proberen te vertellen en dan heb ik het zo op een rijtje. We hebben wel een tijd gehad
als ze eens een keer wat vroegen dan alleen tegenover degene die het ook meegemaakt had. Ja. Maar dan bleek heel vaak dat er barrières kwamen. Ja. Dat je op een gegeven moment niet verder kon. Ja. Het stokte van, ja, misschien ook van emoties, dat weet ik niet. Ik kan u een sprekend voorbeeld geven. Hein de Bruin is die maandag gesneuveld. Ik ben toen die dinsdag als reserve voor hem in die groep geplaatst bij Brents. Ik heb nooit het lef gehad om met mevrouw de Bruin contact te hebben. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik was zo jong en dat je voor iemand die gesneuveld was moest invallen, dat heb je opgeborgen bij jezelf. Ja, dan komt je nooit die titel uit je allen, want dan denk je eraan als over, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb haar altijd van een afstand blijven zien, ja. Nooit over gepraat. Ik hoop dat zij via mij aanwezig is, dan wil ik het nu toch kwijt. Ik ben er nu aan toe, om het haar te vertellen. Ik heb het zelfs de laatste keer vorig jaar nog niet gekund. Zij is hertrouwd, nou dat is dan ook haar zaak, gelukkig ook. Ja. Maar ik bij mijzelf, en ja, dan ben ik misschien een beetje een psycholoog die de blik naar binnen werpt, heeft het te maken met het feit dat ik dat toen toch maar vreemd heb gevonden dat je voor een gesneuvelde kameraad in zo'n groep moest invallen. Ja, maar, heel vreemd. Ja, dat is wel vreemd natuurlijk. Maar je hem wel die ontwikkeling allemaal uit. Ja, als ik dat zo beluister, ik kom zien, je bent een schaal, je moet zorgen dat de kinderen rol. Ja. Daar heb je nog wel eens. Maar dit is zo eigen geweest aan een bepaalde periode in je leven, denk ik. Hoor, dat, en ik hoor het van heel veel, dat hebben we gewoon maar voor onszelf gehad, hebben opgesloten. Maar ja, dat bent wel gerucht uit die weer, zeg maar, wat er afspeelt door wie die diep, zeg maar, door wie dat organiseert. Ja. Eén zegt dit en één zegt dat. Maar nou komt, nog 45 jaar bij wie ze spreken, nou komt de waarheid. Nou, weet u, dat is nu waar we met elkaar ook een beetje weer mee bezig willen, dat we denken, nu de dingen nuchter op een rijtje kunnen zetten, zoals het zich werkelijk heeft toegedragen. Dat is wat ik ook bedoelde toen ik dat boekje van die hoge therapeut, die geloof ik, las, wat hij gemaakt heeft, dat ik me er helemaal niet in kon vinden. En dan kun je wel boos worden, maar de man heeft het niet meegemaakt. Hij is afgegaan dus op rapporten en ze hebben er een verhaal van gemaakt. Punt uit. Nou, nu is het zover dat je zegt, ja, het was toch wat anders. Maar dan moet je het van iedereen ook weten. Hoe keken jullie daar tegenaan? En wat is de draad die daar doorheen lag? Zoals ik u zei, ik ben zelf op die school in Komen-Pomp geweest. Om er wat over te vertellen. Ik had mij gewapend voor bepaalde vragen. En die komen ook door die kinderen in hun naïviteit, in hun eenvoud. Die vragen dan heel aarzelend, heel voorzichtig, hoeveel heb u er doodgeschoten, meneer Van der Velde? Nou, daar moet je dan op een gegeven moment niet aan voorbij gaan, maar zeggen van, dat is niet belangrijk, stel dat het zo zou zijn, maar dat is geweest voor degene die dat gedaan heeft. Nou, en dan vragen van, had u ook een schuilnaam? Nou, die hadden wij verder niet, alleen ganzen gaan. Uit de zaak natuurlijk, maar die vraag was ik op ingesteld, dat komt. Die kinderen vragen dat in hun, wat heet argeloosheid. He, want toen ik op een gegeven moment zei, die groep van Komen-Pomp namelijk, die is niet vanuit de boerderij van Bakker naar Dokkum Nieuwzeilen gegaan, maar die heeft de nacht doorgebracht op de boerderij van Benedictus aan de Oosterboerenweg. Toen zegt daar een meisje, dat is mijn opa. Ik zeg, nou dan kun je dat aan je opa vragen als die er nog woont. Want die hebben dat meegemaakt. Die groep, daar was een Dalma, die was commandant, die hebben daar de nacht doorgebracht. Want die moesten achterhoede dekking geven. Nou, dat soort dingen kom je dan tegen. Maar dan moet je je opwapenen, want je moet ook oppassen dat je het niet veridealiseert. Kijk, je kunt wel zeggen dat nooit weer. Daar sta ik van harte achter. Maar aan de andere kant denk ik wel eens bij mezelf. Stel dat je in zo'n situatie komt, ook al ben je oud, zou je je toch tegen een stuk beknotten van geestelijke vrijheid verzetten. Maar je kunt niet zeggen wat het is. Het is gegroeid. Heel eenvoudig met het feit, ik herinner me nog dat toen was ik 17 jaar, wij van het Willem Lodewijk Gymnasium naar huis gestuurd zijn, omdat ze links en rechts in Groningen studenten oppakten en ook van 17 jaar. Toen ben ik met een jongen, die zijn ouders zaten in Indië, die bij een oom en tante in Buren op de boerderij zat, zijn we Groningen uitgevlucht, letterlijk. We zijn via achterom de Ommelanden bij een boerderij gekomen, daar zijn we met onze fiets, want we fietsten toen dan gewoon met een roeibootje over, dat is het Rijndiep, dacht ik dat stuk, en zo naar Buren gefietst langs alle mogelijke binnenwegjes. Nou, dat is gebeurd. En dan krijg je op een gegeven moment, ja, wat heet de smaak te pakken, dan vragen ze je een keer van wie dit even meenemen, wie dat eens even meenemen. Moet je ontdenken dat ze dat niet al te veel zien. Nou, dan op een gegeven moment, zo kwam je dus ook in aanraking met die mensen uit het dorp. Je moest in de arbeidsdienst, nou dat deed je niet. Nou, op een gegeven moment hadden we gelukkig een politieman die in die keer een keer zo eerlijk was
dat hij bij ons kwam en zei, denk erom, want ik moet hem morgen ophalen. Nou, dan ben je weg. En toen heb ik later dus die valse ausweis gekregen. Daar zorgde toen de club voor, van jij moet wel bij de weg kunnen. Je fiets moet vrij zijn, je moet niet hoeven te spitten. En daar schijnen nogal wat paling voor geleverd te zijn, dat die Ros in Leeuwarden heel over die dingen echt getekend heeft. Want je moest ook weer oppassen bij falsificaties dat het goede waren. Want het is gebeurd namelijk die adelaar die erop staat, dat die met kopje naar de verkeerde kant stond. Dan hebben ze dus een positief geloof van een negatief gemaakt. Nou, dat soort moeilijkheden kom je misschien mee te zitten. En daar letten die smeerlappen op bij een controle natuurlijk. Hè. Ja. Dan wisten ze van hier hebben we meteen te maken, die heeft het niet echt gekregen. Bij ons was het wel weer wat anders natuurlijk. Die waren echt. Althans, echt in die zin, daar hadden wij niks voor gedaan. Want op dit ding voor mijn fiets, daar staat vuur levenswichtige verzorgering de Nederlandse bevolking. Of zouden moeten weten waarvoor het ging. Ja. He, en dat we s'nachts tussen s'avonds 10 en s'morgens 6 ook buiten konden zijn. Daar hebben we trouwens weinig gebruik van gemaakt. Hoor, want wij hadden 2 politieagenten in de groep in Kolmeland, Haan en Tiltstra. Die konden dus vrij makkelijk zich bewegen. Dus dat was voor de anderen niet zo belangrijk. Maar daar had je dus ook een soort ausweis voor. Ja, heel vreemd. De hele zaak hing dus van ja, list en bedrog. Maar dat heeft toch wel tijden geduurd dat ze dat goed onder de knie hadden. Hoor. Ook in Kolmeland moet zo'n falsificatiegroep hebben gezeten. Nou, dat zeg ik nu, maar ik weet niet wie erin zaten. Nou, dat is nog altijd de mysterie van het verleden. Een nu-man die zo'n film heeft gemaakt, nou, die komt dan tevoorschijn en die draait die een keer. En die man die moet ook in Kolmeland binnen het ambtelijk apparaat heel veel hebben gedaan. Maar dat hoeft hij ook niet te weten. Daar werd voor gezorgd. Als je dus op een gegeven moment, toen wij onze fietsen zouden moeten gebruiken voor actie, nou, kreeg je fietsband. Ik herinner me nog dat een zus van Bonne de Boer, Wiep, dat die een fietsband bracht. Van, nou, je band zal maar niet goed zijn, hier is een fietsband. Die werden dus ook ergens georganiseerd. Nou, en zo moest je overal hebben, zo moest je een blauwe rugzak hebben. Nou, dat is nou ook zo'n punt, die had ik wel willen bewaren, zeg ik nu. Maar die zijn weg. Net zo goed als die armband. En dat kwartiermutsje wat we op Oostmoorn kregen. Die dingen heb je gewoon heel netjes ingeleverd toen je met ontslag ging. Zoals je dat in de militaire dienst ook deed, als je nog spullen van de dienst had, van het Rijk, die leverde je in. Zo wat? Zo was dat dan. Ja. Dat was een heel verhaal van der Velde. Hè? Ja. Weer toegevoegd aan de geschiedenis. Weer toegevoegd aan de geschiedenis, ja. Nou, ik vond het toch wel leuk om, ja, nou kun je het een beetje vertellen op een volgorde zoals je het zelf erbij gemaakt hebt. Zo, ja. Ja, heel veel kent dat niet. Nee, nou weet u, die oudere mensen zullen daar ook vanuit de aard van hun ouder worden moeite mee hebben. Ja. Ik herinner me nog dat Prins, die ook al niet meer leeft, dat die dat laatste jaar ook moeite had om het op een rijtje te houden. Nou, en ik vind nu ben ik zover, en dat hebben we laatst toen we bij Luud Sudersma waren ook gezegd, nou we nog een beetje helder zijn, vind ik ook, moeten we daar een beetje gebruik van proberen te maken. Proberen te maken, ja. En zo probeer je wat dingen bij elkaar te krijgen, om ik hoop dat daar nog eens een redelijk verhaal uit kan komen. En ik weet nou waar ik het weer terug kan brengen. Dat, ja. Nou, bedankt. We zijn het toch ook al een hele tijd. Van der Velde voor dit gesprek. Graag gedaan.